daar ben ik weer met de aflevering Genieten. Hele belangrijke aflevering. Hoef je niet eens zoveel voor te doen. Ja, je hoeft alleen maar te genieten. Want het is echt prachtig als je zelf iets gedaan hebt. En als het dan ook nog een beetje gelukt is en er van alles in bloei staat, dan is dat gewoon extra genieten dan dat een ander het gedaan heeft. Zelf iets maken en zelf iets doen, dat is een extra dimensie. En het lukt natuurlijk ook niet altijd. Dat is helemaal niet erg. Ze zeggen wel eens, ja, het gras bij de buren is altijd groener. En dat is natuurlijk ook zo, want als je gras van een afstand bekijkt, dan ziet het er altijd mooi groen uit. Maar als je er overheen loopt, dat is een stuk minder. Dan zie je al die plekken en zo die niet zo mooi zijn. Maar kijk eens naar de kleuren. De duizendschone, de algemille mollus, de rozen, de klaprozen. Heerlijk. Ik loop vaak nadat ik gewerkt heb gewoon eens een keertje door de tuin heen. En dan hoor je de vogels en in ons geval met de vijver ook meestal wel de kikkers in deze tijd van het jaar. En dat is echt prachtig. Dingen die in bloei staan, staan vaak ook niet zo heel lang in bloei. Het gaat allemaal heel snel voorbij. Dus je moet vooral niet vergeten om ernaar te kijken en ervan te genieten. Heerlijk. Nou. We zullen er direct nog eens even een muziekje bij maken. En dan kun je verder mee door de tuin lopen. Dan zie je dat de bloementuinen al helemaal in bloei zijn. En dat het groen nog steeds fris groen is. Nou, veel plezier! Oh.